Het was dringen vandaag op het politiebureau in Nijmegen. Als ruim 250 mensen een aangifteformulier willen invullen, ja, dan is de rij lang. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is Gelderland Vandaag. Honderden mensen hebben in Nijmegen aangifte van discriminatie gedaan tegen Geert Wilders. Een oproep van de burgemeester en de wethouders in Nijmegen, waar massaal gehoor aan is gegeven. En verder vandaag? Het gaat niet goed met de bibliotheken in Gelderland. In anderhalf jaar tijd zijn er 20 gesloten. Goed zo. Hey. De familie Evers in Oosterhout heeft 2 adoptiekindjes opgevoed. 2 hele bijzondere. En een spreekbeurt houden over Nicky Hofs en de voetballer gewoon mee de klas innemen. Hoe cool is dat? Ik vind het hartstikke leuk. Het is weer wennen, maar het is wel leuk. In een demonstratieve stoet deden honderden Nijmegenaren vandaag aangifte tegen Geert Wilders vanwege het discrimineren van Marokkanen. Voorop liepen burgemeester en wethouders. Die hadden opgeroepen mee te gaan naar het politiebureau. En die oproep die miste zijn uitwerking niet. Wij zijn absoluut tegen Wilders. Geen haatzaaierij. Tegen haatzaaien wordt hier geprotesteerd. Daar hebben wij een lieve componist. Want wij zijn tegen. Met zoveel mensen achter u aan. Ik heb nog steeds wisselende gevoelens, want ik vind het nogal ernstig dat je aangifte moet doen. Want zo voelen we dat tegen een volksvertegenwoordiger. Maar het voelt natuurlijk wel heel warm dat zoveel mensen dat mee met ons willen doen. Wij leven in Holland, want dat is een democratisch land. Dan moeten wij toch wat dan tegen doen, of niet? Morgen, burgemeester. Morgen, meneer de Schrikser. U komt met een heleboel mensen bij ons. En de meeste van, in ieder geval ik en een aantal, willen aangifte doen tegen discriminatie. Waarom heeft u de moeite genomen om hier naartoe te komen? Lijkt me voor de hand liggend als burger dat je dat doet. En zo gauw je dus het idee hebt, er is iets helemaal fout hier, dan moet je even iets gaan doen. Ik vind het zo schandalig, zo laf, wat iemand, mensen uit een land wegdoet. Jullie weten allemaal wat Geert Wilders bedoelt. Geert had gelijk. Dus als je niet crimineel bent, hoef je hem niet aangesproken te voelen. Maar ik ben een Marokkaan. Waarom staat u hier? Ik denk dat een tegengeluid altijd goed is in een democratie. Ik voel me gewoon al persoonlijk door aan beledigd hier. En inmiddels zijn er in Nijmegen bij de politie al zo'n 500 aangiftes tegen Wilders binnen. En ook in de rest van de provincie klinkt protest. Maar er is ook kritiek op al die burgemeesters die nu aangifte doen. Moet een burgemeester wel zo expliciet aangifte doen tegen de partijleider? Want hij is toch ook burgemeester van de PVV-stemmers? Vragen sommige Nijmegenaren zich af. Als burgemeester hoort u wel eigenlijk boven de partijen te staan, toch? Maar tussen de mensen. En dat is wat u hier doet? Dat is wat ik hier doe. Het kan niet zo zijn dat als de ene groep een andere groep gaat afschrijven, dat je dan zegt, nou ja, dan mag iedereen dat vinden. Nee, elke groep, hoe klein, hoe groot ook, heeft recht op dezelfde vrijheden en dezelfde verplichtingen van onze samenleving. En dat is denk ik een gevoel wat we niet alleen in Nijmegen, maar in heel Nederland hebben gevoeld. En voor ons was dat zodanig dat we zeiden, ja, wij gaan ook gewoon die aangifte doen. Zoals een aantal, volgens mij zelfs een grote groep Nederlanders dat al heeft gedaan. En meer burgemeesters spreken zich uit. In een open brief aan de inwoners van Tiel neemt burgemeester Beenakker afstand van de uitspraken van Wilders. Net als zijn collega in Arnhem, die de volharding in hartzuchtigheid het kwaad in het kwadraat noemt. In zijn stad deed GroenLinks ook als groep aangifte, net als de jonge socialisten. En in Ede roept D66 mensen op naar het politiebureau te gaan. Het Openbaar Ministerie verzamelt alle aangiftes en bekijkt of Wilders vervolgd gaat worden. Ja, Wilders reageerde vandaag voor de camera's van RTL Nieuws. En hij deed dat door zich hardop af te vragen of al die mensen in Nijmegen niet hoefden te werken vandaag. Bekerkoorts in Nijmegen, want NEC kan morgen de bekerfinale bereiken ten koste van PEC Zwolle. De Nijmegenaren belegden zelfs een geheime training om zich voor te bereiden. NEC zondert zich af in het stadion van FC Os. Maar zo besloten is de training nou ook weer niet, want vanaf deze plek is alles prima te volgen. Het is een pittige training, want de bekerspanning neemt toe. Dat is een speciale wedstrijd met een hele mooie kans om het seizoen prachtige glans te geven. En dus zeker bekerkoorts. De laatste keer dat NEC de bekerfinale haalde was in 2000, toen ten koste van AZ.
met een hoofdrol voor de huidige assistenttrainer Jack de Gier. Nou ja, 1-0 voorsprong, hè. Die scoorde ik zelf destijds. De Gier brengt NEC na 60 minuten op voorsprong. Mooi doelpunt in de korte hoek. Volgens mij een kwartiertje voor tijd of zo de 1-1 van Perez. 17 minuten later komt AZ op gelijke hoogte. Kenneth Perez. Ja, en dan de penalties natuurlijk, hè, die we overtuigend wonnen. Ook routinier Jeffrey Leiwakabessi speelde 14 jaar geleden al mee. Toen moest ik vol aan de bak, kwam ik inderdaad net kijken. En dat is toch een ander niveau als dat je met de tweede of met de A1 meedoet. En ik heb het gelukkig volgehouden en een mooi resultaat kunnen halen. De gehele technische staf van nu was er toen ook al bij. We gaan ons best doen om dat te herhalen. Ja, jullie weten hoe het moet. Wij weten hoe het moet. 14 jaar geleden won NEC dus na strafschoppen. We zullen kijken wat morgen het resultaat wordt. En dan bedoel ik eigenlijk of we met penalties gaan winnen of zonder. Maar de bedoeling is dat we er vol voor gaan. Er zijn in Gelderland in de afgelopen anderhalf jaar 20 bibliotheken verdwenen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Omroep Gelderland. De Gelderse SP-fractie wil een nieuwe discussie starten over waar en in hoeverre bibliotheken in de toekomst in stand worden gehouden. En ze vinden dat de provincie Gelderland daarin financieel moet bijdragen. Boeken, boeken en een bibliothecaris die de hele dag leest. Dat is waarschijnlijk het beeld dat u heeft van een bibliotheek. Maar door bezuinigingen worden dat er steeds minder. Berkeland zijn er een aantal gesloten. Er zal nog wel gelezen worden, maar je kunt er in ieder geval geen nieuw boek meer lenen. De Gelderse SP deed een gedetailleerd onderzoek en merkte met name een grote afname van het aantal bibliobussen. Dat zijn een soort mobiele bibliotheken die kleine kernen en scholen aandoen. In 2010 waren er nog bijna 250 bibliotheekbussen. Op dit moment zakt dat ruim onder de 100. De SP vindt dat de provincie Gelderland meer geld moet steken in het openhouden van bibliotheken. Het zou heel goed kunnen dat je daarvoor de Nieuwengelden aanspreekt. Aan de andere kant kun je ook stellen dat de provincie heeft in de afgelopen jaren flink bezuinigd op bibliotheken. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, nou, die bibliotheekbezuinigingen die draaien weer terug met terugwerkende kracht. Vrijdag wordt op een symposium een debat gestart over de kwaliteit en spreiding van bibliotheken. En straks een uitgebreide reportage over hoe bibliotheken door bezuinigingen steeds meer veranderen. Hoe voed je een tijgerwelp op? Nou, vraag het maar aan de familie Evers uit Oosterhout. De afgelopen 3 maanden zorgden ze thuis voor 2 tijgertjes. De dieren waren verstoten door hun moeder, een circustijger. Nina, kom eens hier. Kom eens hier. Kom maar. Goed zo. Goed zo, kom maar. De familie Evers is gek op Lucky en Nina. Vader Evers adopteerde de tijgertjes 3 maanden geleden na een werkbezoekje aan Circus Belly Wien. Daar werden de pasgeboren tijgertjes verstoten door hun moeder. Meer dood dan levend kwamen ze bij Evers terecht. En dus werd voor de opvoeding iedereen ingeschakeld. En wat hun dan gedaan hebben, nou, dat is uniek hoor. En daar ben ik heel blij mee. U bent een trotse oma? Ja, echt. En als u ze zo ziet spelen nu? Oh, geweldig. Zijn boefjes. Ook de hond doet mee aan de opvoeding. Ja, de herder is echt moedig geweest. Want wij gaven ze de fles, zeg maar. Stond, die herder die stond erbij en die was over de buik aan het likken. En die zorgde uiteindelijk dat de ontlasting vrij kwam, zeg maar, wat normaal hoort bij jonge beestjes. Evers mocht van de NVWA tijdelijk voor de babytijgers zorgen. Maar vandaag moeten ze terug naar het circus. En dus moet de dierenarts een laatste check uitvoeren. Ze zijn in prima conditie. En dus is het afscheid onherroepelijk. Een klein beetje pijn in het handje. Ja, dat is vervelend. Maar mooie 3 maanden geweest. Ja, super. Ik ben blij dat ik het heb mogen doen eigenlijk. Wie is er in Gameren zijn kangoeroe kwijt? Hij hoopt ergens in de buurt rond, want verschillende mensen hebben hem al gespot. Dan denk je, ja, zou ik het nou verkeerd hebben? Maar ik zag echt van, ik denk, dat moet een kangoeroe zijn. Hij schiet ze er weer makkelijk in en hij is ook druk met zijn foundation. Topvoetballer Klaas-Jan Huntelaar is helemaal terug. Voor het eerst in de geschiedenis werd de SGP de grootste partij in Ede bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar de partij is buitenspel gezet bij de coalitiebesprekingen. Dat bleek gisteravond bij de openbare lijsttrekkersbesprekingen in Ede. De SGP wil graag samen met de VVD een coalitie beginnen, deels een voortzetting van het vorige college. Andere partijen in de gemeenteraad weigeren daarbij aan te sluiten en hebben de handen ineengeslagen. En toen dat duidelijk werd, liep SGP-lijsttrekker Breunis van der Weert boos weg uit de vergadering. Op veel boerderijen in de Achterhoek krielde het vandaag van het jonge leven. Ruim 900 schoolkinderen in dit geval. De kinderen van basisscholen uit Bronkhorst
Doesburg en Zutphen waren op uitnodiging van de LTO-afdeling Bronkhorst te gast bij een boerderij in de buurt om te zien wat het boerenleven inhoudt. Deze boerderij bij Baak in de Achterhoek is één van de deelnemende bedrijven. De kinderen van de Lea Dasbergschool uit Zutphen komen vandaag op bezoek om nieuwe ervaringen op te doen. Ik heb nog nooit een kalfje geuit, nee. Weet je nou wat het kalfje doet eigenlijk? Eigenlijk sabbelt hij gewoon aan mijn hand. Hij wil de brokjes namelijk. Boerin Renate Schut was 's morgens eerste gast op school en vanmiddag kregen de kinderen een rondleiding op het bedrijf. Nuttig, want lang niet alle kinderen kennen het boerenbedrijf. Als ik de vragen van vanochtend hoor, dan heb ik toch al wel wat dingen kunnen uitleggen. Ja, wat ik denk voor de rest van je leven is wel belangrijk om wat basisdingetjes te weten. Zoals, hoe melk je een koe? En je kunt ook meemaken dat een koe best sterk is. Een hele belevenis dus. Dit sieraad, een gulden vlies, is vanaf volgende week te zien in het Flipje en Streekmuseum in Tiel. Erg bijzonder, want het sieraad komt uit de 16e eeuw en was van de Tielse ambtman Klaas Vijg. Hij kreeg het van de Spaanse koning Philips II voor zijn trouwe dienst. Maar erg trouw was Vijg niet aan de koning, want in de 80-jarige oorlog trok hij ten strijde tegen Spanje. Het museum heeft het gulden vlies voor langere tijd in bruikleen gekregen. Een wel heel bijzondere spreekbeurt vandaag op de Paasbergschool in Oosterbeek. De 9-jarige Enzo had zijn onderwerp, oud-Vitesse voetballer Nicky Hofs, meegenomen naar school. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Dit is Nicky Hofs. Enzo had zich uitvoerig verdiept in zijn onderwerp. Nicky Hofs luisterde vanuit de schoolbanken aandachtig. Hoe is het voor jou om weer in de schoolbanken te zitten? Ja, iedereen weet ondertussen al dat ik nooit van school hield, maar dat voetbal toch een beetje mijn geluk is geweest. Maar ik vind het hartstikke leuk. Het is weer wennen, maar het is wel leuk. Zijn hobby's zijn tennissen, vissen en motorrijden. Waarom heb je voor Nicky Hofs gekozen en niet voor Robin van Persie of voor Arjen Robben? Nou ja, die zijn nu ver in andere landen en Nicky Hofs is gewoon in Nederland. En dan komt hij gewoon nog bij de spreekbeurt. Ja, dat vind ik heel gaaf. En na afloop deelde Nicky Hofs natuurlijk handtekeningen uit. En ging de oud-voetballer op de foto met de hele klas. Bijna een half jaar was hij geblesseerd. Maar Klaas-Jan Huntelaar is sinds kort weer helemaal terug. De spits van het Duitse Schalke 04 scoort er weer lustig op los. En vanavond speelt de Achterhoeker de zogeheten kolenpot derby tegen Borussia Dortmund. Maar voetbal is niet het enige dat Huntelaar interesseert. Hij heeft ook al jaren een eigen foundation. Zondag was het feest voor amateurclub OSC in Oosterhout. Terwijl Huntelaar in een afgesloten ruimte op de foto gaat voor zijn foundation, staat de jeugd van OSC in Oosterhout te trappelen van ongeduld. Huntelaar is de drukte gewend en zet rustig zijn handtekening. Want voorlopig is het beter even niet naar buiten te gaan. De instructies zijn duidelijk. De kust is veilig en Huntelaar begeeft zich richting de prijsuitreiking. Hij zet zich graag in voor maatschappelijke projecten. En het levert OSC nieuwe dugouts en een vierde veld op. Het Friese Kolm werd in de stemronde op internet verslagen. En dus staan vader Huntelaar, de drijvende kracht achter de foundation, en zijn zoon klaar met een check. Ja, ik hoop dat iedereen heel veel plezier heeft van ten eerste in het veld. Want dat is het belangrijkste als je voetbal speelt. Maar natuurlijk ook de dugouts en de doelen. En ik wens de club veel succes. En ik hoorde al dat ze 52 jeugdteams hebben hier. Hierbij reiken we de check uit aan OSC. En heel veel plezier erbij. Ja, super. Daarvoor doe je het. De foundation hebben we ook opgericht om de amateurclubs te ondersteunen en de mensen. En dat iedereen zo enthousiast is en dat het zo goed loopt nu. Ik krijg ook steeds meer partners erbij die mee willen helpen en die willen ondersteunen. Want die zien ook dat het gewoon heel erg goed is, zeker voor de amateurclubs. En dat het ook bindt, wat die meneer ook zei in zijn speech. Je ziet wat voor boost het een club geeft. Ja, Klaas die zegt, ik heb veel aan mijn amateurclub te danken. Dus waar hij begonnen is als amateurtje in het voetbal.
daar heeft hij altijd nog een goed gevoel bij. En een amateurclub die heeft ook een functie in de samenleving. En die samenleving die vindt hij belangrijk. Maar zijn echt belangrijke werk is al 4 jaar voetbal in Duitsland. Bij Schalke in Kelsenkirchen. Waar hij ook dagelijks deze taferelen meemaakt. De club is op een uurtje van zijn woonplaats Angerlo. Vanavond is in Dortmund de Kolenpot Derby voor ruim 80.000 toeschouwers tegen Borussia. Vorig seizoen won Schalke daar. Ja, het is een super atmosfeer. Sowieso in Duitsland, elke wedstrijd is uitverkocht. Velden zijn goed. Het publiek loopt dan door elkaar heen. Het is één groot feest eigenlijk. Natuurlijk zijn er ook wel eens opstootjes, vooral dan bijvoorbeeld bij de Kolenpot Derby. Dat was vorig jaar ook wel het een en ander aan de hand. Maar dat had misschien ook wel met het resultaat van ons te maken. Hengelaar! Ja! Huntelaar! En resultaat wil Huntelaar ook op het komende WK met Oranje. De Achterhoeker is niet meer zeker van zijn plek sinds Robin van Persie in de spits speelt. Een lastige situatie. Wat mij betreft kan ook samen met hem spelen of wat dan ook. Dus dat is allemaal aan de coach. Dus de coach die beslist daarover. En ik meld me gewoon bij Nederland zelf al als ik uitgenodigd word en dan zie ik het wel. Het WK in Brazilië, daar zou hij graag willen spelen. Maar ja, je bent natuurlijk altijd afhankelijk van wat een bondscoach beslist. Ik denk dat hij graag meegaat. En ik denk ook dat hij, als hij zijn steentje bij kan dragen aan het wereldkampioen worden, dat hij daar graag aan meewerkt. Hij is misschien wel in de vorm van zijn leven. Op dit moment is hij in de vorm van zijn leven. Maar goed, over een maand kan het weer anders zijn. Ja, je moet eerst een uitnodiging krijgen, hè. Dus laatste keer zat ik erbij en wat ik zeg, ik concentreer me op Schalke. Als ik het daar goed doe, dan ga ik altijd meedenken. Dat is een tremendous equalizer van Huntelaar. U kijkt naar Gelderland Vandaag. De oproep van het Nijmeegse College van BMW om op het politiebureau aangifte van discriminatie te doen tegen Geert Wilders was niet tegen dovemansoren gezegd. Honderden mensen stonden in de rij. In de sociale media duiken de laatste tijd steeds meer berichten op over een kangoeroe die wordt gezien in en rondom Gameren bij Zaltbommel. Onze verslaggever ging op zoek naar het dier. Een kangoeroe, ja, die hebben we wel gezien. Die liep op een gegeven moment hier in de tuin eigenlijk. En mijn vrouw die had hem eigenlijk als eerste gezien. En die zegt van, nou moet je nou eens even komen kijken. En ja, er loopt een kangoeroe hier in de tuin. Er kwam net mijn vrouw aan. Die heeft wat zien springen. Vanuit het raam zag ik, zie ik dat nou goed? Ik denk, dat moet een kangoeroe zijn. U dacht, ik heb te diep in het glaasje gekeken. Ja, zoiets. Ik heb mijn fotocamera gehaald en ik wilde net afdrukken. En toen liep er nog een kangoeroe door mijn beeld. Dus eigenlijk waren er 2 kangoeroes. Dus. Het is maar te hopen dat ze niet door de narcissen komen springen, hè? Ja, zou meevallen, zijn toch zo oud gebloeid, hoor. Dat zou wel een ramp zijn, inderdaad. Ze kunnen hier heel veel planten omlopen. Maar ik ben er eigenlijk niet zo bang voor, want ze kunnen, ja, dan moet de deur echt openstaan. En ik weet niet of ze zelfs dan naar binnen gaan. Ze lijken me vrij schuw, eerlijk gezegd. Heeft u ze in de pan liggen, de kangoeroes? Nee, echt niet. Nee, komen wij niet in de pan. Nee, het lijkt u niks? Nee. Nee, een kangoeroe lijkt me helemaal niks. Het blijft hier friet en uitsmijter en pannenkoeken? Dat is wel de hoofdmoot, ja. Dus de kangoeroes kunnen gerust zijn? Hij mag van mij niet gerust rond blijven lopen. Ik heb hier geen last van. Ja, u hoort het al eerder deze uitzending. De bibliotheken staan onder druk. En daarom specialiseert de sector zich in meer dan alleen boeken uitlenen. Bezuinigingen dwingen directeuren keuzes te maken welke vestigingen open blijven en hoe bestaande vestigingen aantrekkelijk te houden. En dat zorgt voor creatieve oplossingen. En mijn mama doet altijd mijn boeken voorlezen. Ja, dat is fijn, hè? En mijn papa. Ja, en waar haalt ze die boeken vandaan dan, weet je dat? In de bibliotheek. Maar er moet er wel een bibliotheek zijn. De afgelopen week maakte de Vereniging Openbare Bibliotheken bekend dat er inmiddels 200 bibliotheken in Nederland zijn verdwenen. Uit een inventarisatie van Omroep Gelderland zien we dat alleen in Gelderland de afgelopen 1,5 jaar zo'n 20 bibliotheken zijn verdwenen. Op de eerste plaats is het echt zo dat dat voor de lokale gemeenschap vaak een ramp is. De overheid haalt de broekriem aan en dat merken de bestuurders van bibliotheken. De SP deed op landelijk niveau al eens onderzoek en heeft nu ook de gevolgen gedetailleerd in kaart gebracht voor Gelderland. Op het moment dat je zegt van nou eigenlijk zou iedereen binnen 12 kilometer een echte grote bibliotheek moeten kunnen hebben, dan vallen er wel degelijk witte vlekken. De grootste omslag begint in 2010, als de provincie Gelderland besluit te bezuinigen op de bibliobussen.
Daarna volgen al snel de gemeentes die ook hun huishoudboekje op orde moeten hebben. En dus snijden in het bibliotheekwerk. Je hebt een bezuinigingsopdracht van een gemeente. En dan moet je kiezen van wil ik overal blijven en iets kleins daar in stand houden. Of probeer ik om een grote vestiging waar mensen heel veel keus uit verschillende boeken hebben. Waar je niet zomaar uitgelezen bent en waar je graag komt. En dan is er nog het imago. Het beeld van bibliotheken is wellicht er een van een suffe ruimte met heel veel boeken. Al geldt dat voor veel plekken niet meer. Als je vanuit vanaf de begane grond naar Coda Junior wilt, dan kan je die boekenbaan nemen. En als je dan belandt in Coda Junior, dan kom je op een Veluwslandschap uit. En dat ga je ontdekken. In Apeldoorn heeft de bibliotheek in Coda een maand geleden een nieuwe jeugdafdeling geopend. En ja, dat kan nog steeds in een sector die geplaagd wordt door bezuinigingen. Door bedrijven om sponsoring te vragen en creatief te zijn. Wij hebben van Marktplaats al onze spullen gehaald. Dingen die letterlijk een tweede leven ingingen. Dat moet er natuurlijk goed uitzien, het moet er mooi uitzien. Maar er wordt zo ongelooflijk veel aangeboden. En ook dat is een sport gebleken om fantastische dingen te krijgen voor een heel redelijke prijs. Je ziet een omwenteling. Die omwenteling is per bibliotheek, per lokale bibliotheek verschillend. Bibliotheken zijn voor een deel samen met andere organisaties in huisvesting gaan zitten. Je hebt een andere ontwikkeling van bibliotheken die zeggen, ja, daar hebben wij lokaal geen behoefte aan. Wij richten ons meer op lezen en leesbevordering. En dan is de derde insteek bibliotheken die meer de dorpspomp worden. Maar is die eerste maand dat u open bent, merkt u het verschil? Ja, we merken het verschil. De eerste week hadden we een verdubbeling van de uitleningen. Want er zijn toch wel mensen die zeggen, ja, moet dat nou allemaal, moet dat spelen? Maar we zagen ook dat de uitleencijfers omhoog gingen. Dus het is ook nog steeds zo, hè, want er staat echt hier een fantastische collectie boeken voor jeugd, dat die meegenomen worden. En de bibliotheeksector moet ook wel. De afgelopen jaren zijn veel medewerkers ontslagen. De BIEB heeft namelijk niet langer het monopolie op de uitgifte van boeken. Via internet zijn boeken al dan niet illegaal een paar muisklikken weg. En dan zijn er nog de commerciële partijen die beginnen. De gemeente Buren heeft het bedrijf Carmark gevraagd de uitgifte van boeken te verzorgen. Maar daar is aan de andere kant van de bibliotheken kritiek op. Vergis niet, want de gemeente huurt die commerciële partijen in. Dus hoe commercieel dat is, weet ik ook weer niet. Je wilt dat iedereen, en met name de mensen die wat lastiger kunnen reizen, kinderen, ouderen, een bibliotheekvoorziening dicht in de buurt hebben. We zijn wel veel efficiënter gaan werken. En eigenlijk doen we nu hetzelfde werk voor veel minder geld. En wat ik jammer vind, is dat zo'n gemeente niet eerst samen met zijn bibliotheek heeft uitgezocht of dat ook een begaanbare weg was. Nou, en voor het oudere kind, voor de adolescent om het maar zo te zeggen, hebben wij een gamezone. We vinden dat gamen ook een belangrijke manier voor kinderen om te leren. Maar wat heeft dit nog te maken met een bibliotheek van? Het is een andere manier van leren, maar past in de bibliotheek van nu. Het stoffige imago begint misschien te verdwijnen, ook al zal menig bibliothecaris een hartverzakking krijgen van dit lawaai. En aanstaande vrijdag dan houdt de SP een symposium over de spreiding en de kwaliteit van de Gelderse bibliotheken. En dan krijgt u van ons nog het weer. In Wageningen staat Alfred Snoek. De fruittelers worden er niet blij van als de temperatuur in een lentenacht onder het vriespunt duikt. Maar de weerfotografen daarentegen wel. Want we kunnen dan natuurlijk weer van die hele mooie plaatjes maken. En ook morgenochtend zou het mij niet verbazen als er toch wel weer wat fruitbomen bedekt zijn met een dun laagje ijs om de nachtvorstschade te beperken. Want het is behoorlijk fris in de nachten en helder. Ook vandaag was dat het geval. Wel wat kleine wolkendotjes, de stapelwolken die vanmiddag tot ontwikkeling kwamen. Maar aan ingesloten gebieden met bewolking vinden we ten oosten en ten westen van ons. En uiteindelijk is het dit gebied met bewolking en regen, of buien eigenlijk moet ik zeggen, dat zich langzaam gaat uitbreiden richting onze omgeving. Maar zover is het nog niet. Die stapelwolken die vandaag tot ontwikkeling kwamen, zullen vanavond weer verdwijnen. Het wordt helder, er staat weinig wind, er kan een enkele mistbank ontstaan op de Veluwe. En u ziet het, de temperatuur daalt weer onder het vriespunt, ook in het rivierengebied. Pas tegen de ochtend komt er meer bewolking opzetten, maar uiteindelijk zorgt die bewolking ervoor dat het morgen er totaal anders uitziet. Er is slechts af en toe ruimte voor de zon, met name
name later op de dag. En uit de aanwezige bewolking kan zelfs een enkele bui vallen. Zelfs hagel is niet uitgesloten. Bij dat alles wordt het morgen een graad of 9 en er staat verder heel weinig wind. Ja, en dan de komende dagen minder koude nachten, hogere maximumtemperaturen. In het weekend zo'n 18, 19 graden en daarbij eigenlijk alle dagen prachtig zonnig weer. En dit was Gelderland Vandaag. En daarin zag u onder meer dat de familie Evers in Oosterhout twee tijgerwelpjes heeft opgevoed. Gewoon thuis in de tuin. En dat NEC klaar is voor de belangrijke bekerwedstrijd morgen tegen PEC Zwolle. Ik wens u nog een fijne avond.